Ik begrijp de emotie van de vader en de moeder. Het komt dan heel dichtbij. Aan de andere kant is er ook een situatie waarin we met elkaar weer verder moeten. Dus ook met de gestrafte jongens en het meisje moeten we binnen die sfeer van die groep weer terug dat we met elkaar als groep verder moeten. Intensieve gesprekken eerst met individuele leerlingen. De leerkracht is inmiddels na het incident onmiddellijk ook in de klas begonnen met het bespreken, met het herstellen. Kinderen bij elkaar. Kinderen hebben ook allemaal op papier hun verhaal teruggegeven. Intensieve gesprekken met de ouders. En wij zitten natuurlijk, dat zult u begrijpen, nog midden in die gesprekken. De Algra-squallen zijn neffens protocol te handelen, maar is inzet dat de slachtoffers de squallen veilig aanmeidje kennen. Wij kunnen hele goede controles uitoefenen, maar een klein zakmesje in een broekzak, dit is de eerste en de laatste keer dat ons dat overkomt. Dus we proberen alles op alles te zetten om daar ook preventief in te zijn. Desalniettemin moeten we eerlijk vaststellen, soms overkomt het ons en in dit geval is het ons overkomen. En we moeten wel verder.